U bent gevraagd zich als ontwerper met dit gebouw te bemoeien. Ja. Hoe doet u zoiets? U komt een oud pan tegen. Schrikt u dan terug? Nee, het was heel hokkerig allemaal. Het had geen entree. Ik heb dat helemaal opengebroken, dat je echt door het hele gebouw kon kijken. En ja, het meest trotse ben ik op het restaurant. Want dat waren ook weer allemaal hokjes en trappetjes. En dat ziet er zo prachtig uit. Toen heb ik de zalen aangepakt, want het waren allemaal zalen met ramen. Die hebben we toen afgesloten en nu heb je prachtige ruimtes voor de kunst. En ja, ik ben er heel trots op. Het is echt een heel mooi stuk werk. En hij is er ook heel blij mee, maar ik denk dat iedereen er blij mee is. Is het moeilijk om zoiets met een historisch pand te doen? Want ja, je kunt het pand niet helemaal afbreken. Je moet er altijd weer iets, je moet er een beetje mee... Je wil ook een beetje het oorspronkelijke behouden. Was dat moeilijk? Ja, het is een monument. Dus het is een monument. Daar moesten we rekening mee houden. Nou, de hal helemaal met het zwart-witte marmer gemaakt. En wc's die stonden ook allemaal in de weg. Die heb ik allemaal... Die zie je eigenlijk niet. Dat is het mooie ervan. En de giftshop waar je allemaal dingen kan kopen. Nee, ik ben wel heel goed uitgekomen met alles. U zei, u bent het meest trots over het restaurant. Dat is inderdaad prachtig geworden. Ja. Eén vraag vind ik heel leuk. Waarom rode banken? Nou, want ik ben gek op rood ten eerste. Prachtige kleur. En men had verwacht dat ik alles wit zou maken. Maar ik vond het juist heel bijzonder om in een museum gewoon rode banken te maken. De rest is allemaal wit. Dus ja, het is geslaagd gewoon. Het is precies wat ik gehoopt had. Dank u.